Zoals je misschien gemerkt hebt, ben ik niet meer aan het vloggen dagelijks. En dat heb ik niet bewust gedaan. Ik was wel van plan om gewoon weer dagelijks te gaan vloggen, maar... Goedemorgen, welkom bij weer een ordinaire dagvlog met Annemere en Tuurtje. Ga je deze dag vloggen? Ja. Ja, dat zullen de mensen leuk vinden. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je lekker geslapen? Ja. Mooi. Ja, ja. Niet zo vaak naar de wc geweest, jij? Twee keer maar. Ik was gisteren 5 keer naar de wc geweest. Het is inmiddels 8:15, deur is de deur uit en ik zit achter mijn computer. En ik ga een paar foto's editen voor de samenwerking en dan... zien we wel wat ik ga doen. Ik wil eigenlijk hardlopen, maar ik moet ook naar de manueel therapeut. Het liefst wil ik hardlopen voor de manueel therapeut. Ik weet alleen niet of daar nog tijd voor is. En ik moet er om 10:30 bij de manueel zijn. Oké, lopen voor de manueel is helaas niet meer gelukt. Oh, er zit een haar voor de lens. Kun je dat überhaupt zien? I don't know. Overal haren van mij. Ik heb echt het gevoel dat ik een golden retriever ben. Want ik laat echt mijn haar door het hele huis achter. Ja, ik hoop dat er op een gegeven moment nog wel wat op mijn hoofd zit. Anyway, in plaats van dat ik ben gaan hardlopen, ben ik aan de slag gegaan met mijn trainingsdagboek. Niet dit trainingsdagboek. Dit geschreven trainingsdagboek. Maar op mijn laptop. Ik ben het hele proces aan het opschrijven. In eerste instantie doe ik dit voor mezelf, maar misschien ga ik er ook wel een e-book van maken. Maar dan moet ik nog even kijken hoe interessant het voor jullie kan zijn. Hoe ik het interessanter kan maken voor andere mensen. Laat me weten als jij het leuk zou vinden om mijn trainingsdagboek als e-book te hebben. Want wellicht ga ik er dan wel mee aan de slag. Ik zit trouwens nu al op 5000 woorden en ik ben pas bij week 1. Oké. Het fijne van schrijven voor jezelf is dat er geen editor is die zegt dat je het compacter moet maken. En als ik het als een e-book uit zou geven, dan maakt het ook niet uit hoeveel woorden het is. Want het wordt toch niet gedrukt op papier, dus daar zitten sowieso geen kosten aan. Dus ik kan gewoon schrijven wat ik wil. En dat is ook wel eens fijn. Oké, dan ga ik me nu klaarmaken voor de manueel therapeut. Oké, de zon schijnt voor het eerst in een hele lange tijd. En ik zou het liefst op mijn fiets naar de manueel therapeut gaan. Maar mijn fiets zit in de kelder. En ik krijg hem dus niet in mijn eentje naar boven. Dus echt een drama. Maar ik krijg gewoon mijn fiets niet naar boven getild. Hij is veel te zwaar en die trap is veel te stijl. Dus... ik ga met de auto, helaas. Oké, ik ben bij de manueel geweest en ik heb echt nog nooit zo vast gezeten als vandaag. Het zat echt van mijn enkels tot mijn heupen, tot mijn nek, tot mijn schouders, tot mijn bekken. Alles zat echt helemaal vast. Die man was zelf ook een beetje onder de indruk van hoe vast ik kon zitten. Ik denk dat het, ik weet niet waar het mee te maken heeft, maar ik denk dat Egmond er wel iets mee te maken heeft gehad. Dus ja, ik ben nu weer semi los en gewoon, ik heb nog wel spierspanning op verschillende plekken. Alleen dat kon hij, daar kon hij me niet mee helpen. Dus daar moet ik, denk mijn zusje heel lief voor aankijken. Ik ben alweer eventjes thuis en ik heb nog steeds mijn jas aan, want op de een of andere manier heb ik het koud. Terwijl het helemaal niet koud is. Het is buiten 7 graden. Wat zegt de thermometer hier? 20,5. Maar ik heb het fris. Dus ik hou lekker mijn jas aan. Waarom niet? Ik ben lunch aan het maken. Speldbrood. En daar, die bak ik nu een heel klein beetje olijf. Nou ja, misschien wel een klein beetje veel. Olijfolie met wat peper en zout doe ik er dan op. En dan doe ik daar weer bovenop huttekezen. Dat is mijn favoriete lunch tegenwoordig. Dit is echt zo lekker. Oké, tijd om hard te lopen. Ik heb niet zo heel veel tijd, dus ik ga 35 minuten en ik ga heel rustig om hopelijk
de rug een beetje te ontzien. Ik denk dat beweging wel goed voor me is. Althans, daar ga ik maar eventjes voor het gemak van uit. Ik ben stijf. Echt niet normaal. Een beetje napijn van de behandeling. Dus het is eigenlijk belangrijk dat ik rustig ga doen. En daarom maak ik even een pitstop. Halverwege. Ook al heb ik daar helemaal geen tijd voor. Maar de zon schijnt. Waar is de zon? Daar is de zon. Oh, ik heb hem gemist. I'm back. Tuur is thuis. We gaan zo naar Ruitenburg. Wow, ik zie een mug. Hij zit gelukkig buiten, maar het is 16 januari. Een mug, Tuur. Een mug. Hey, oh ja. Wat? Je hebt de kleren aan die je uit hebt gezocht. Ja. Staat je goed? Thanks, Tuur. Je mooie lange benen komen er goed uit. We mochten de kijker dat niet zien. We weten. Ik ga nu even wat eten nog. Dit is een soepje uit het kookboek van Shalane Flanagan. En er zit onder andere zoete aardappels, selderij, tomaat, wortel, curry. Dat kun je wel zien, want dat ding is helemaal geel. Kurkuma en ui en knoflook in. Oké, ik merk echt dat ik niet meer dagelijks vlog, want ik heb de afgelopen 3 uur... compleet vergeten te vloggen. We hadden dus een afspraak bij Ruitenburg over samenwerkingen voor de Ruitenburg Runners Team. En daarna zijn we gaan kijken bij mijn nieuwe auto. Die komt pas in maart. Hij zou eigenlijk in januari komen. Maar toen ging dat niet door. Om een of andere reden. Dus nu krijg ik hem begin maart. Maar ik kon echt niet meer wachten. Ik heb hem besteld van een plaatje. Ik had het er nog nooit in gezeten. En ik had hem nog nooit in het echt gezien. Dus ik wilde nu gewoon even langs de dealer rijden. En er even in gaan zitten. En ik ben echt super blij dat ik deze besteld heb. Want de stoel zit echt super lekker. En hij ziet er echt nog toffer uit in het echt. Dan op een plaatje. Nu moet ik hem alleen wel schoon houden. Want ik denk dat hij schoon het mooiste is. Maar daar hebben we gelukkig Tuurtje voor. Oh, dit heb ik jullie ook niet verteld. Wat ik heb dus. Jij? Jou heb voor het schoonmaken van mijn auto. Yeah, right. Anyway, ik krijg volgende week een kroon. En ik loop dus nu 2 weken met een gat in mijn mond. Waar volgende week dan die kroon wordt geplaatst. Dus dit ziet er echt super charmant uit. Het is 17:15. Ik heb 2 keer geluncht. Alsnog mega honger. Dit is even een pre-dinner iets. Hoewel mijn diner vandaag sowieso een beetje uit liftlafjes bestaat. Omdat Tuur zo gaat trainen. En we dus niet echt gaan koken. Anyway. Ik heb een halve quiche. Oké, dit is niet echt een gevarieerde dag qua eten. En dat terwijl ik zo groot verkondig dat ik meer gevarieerd wil eten. Het is weer speldbrood met huttekeze, dit keer met zalm erop. Ik heb gewoon echt te veel trek hierin. En ik wil even 1 ding heel erg duidelijk maken. Ik heb nu een samenwerking met huttekeze, maar deze uiting is echt nul gesponsord. Want ik heb alleen een Instagram samenwerking. En iedere pot huttekeze die ik in mijn koelkast heb staan, die heb ik zelf gekocht. Huttekeze! Huttekeze. Jij bent ook fan, hè? Ja, het is echt lekker. Jij kijkt al uit naar wat je vanavond gaat eten. Ja, maar ik ga... Ja, precies. Want ik ga dit niet eten voor de training. Het is echt voor na de training. Ja. Hoe kom je aan die zalm? Die was toch... Nee, er lag nog een pak in de koelkast. Oeh, dus ik heb vanavond ook zalm. Yay. Huttekeze. Huttekeze. Juist. Tuur, ik heb soms het idee... Ja. Dat jij een beetje het gedrag van die kinderen van school over gaat nemen. Dat jij je gedraagt als die kindjes van de basisschool. Omdat ik huttekeze roep. Ook de manier waarop jij lacht. Hey. Ik word wel vrolijk van je. Eet smakelijk, Meertje. Dankjewel, Tuurtje. Het is inmiddels 7:00. Tuur is de deur uit. Die is aan het trainen. Ik sla vanavond de training even over. Bij het loslopen vanmiddag merkte ik dat ik echt niet fit genoeg ben om te trainen. De behandeling van morgen was echt
super heftig. En ik heb altijd wel iets van napijn van een behandeling bij de manueel therapeut. Alleen nu merk ik wel echt, echt dat ik heel veel napijn heb. Het was ook wel echt de heftigste behandeling die ik ooit heb gehad. Echt, voor het eerst heb ik ook echt pijn gehad bij het kraken. Dat is ook echt heel heftig. Echt, volgens mij zat ieder gewricht dat vast kon zitten, dat zat vast. Anyway, dat is inmiddels gebeurd. Ik heb dus de avond alleen. En ik ga lekker een serie op Netflix kijken. Ik ben beneden thee aan het maken. Maar de waterkoker maakt zoveel lawaai dat ik maar even naar boven gegaan ben met mijn camera. Want misschien is het ook wel een mooi moment om jullie even een update te geven over wat ik ga doen met mijn video's de komende tijd. Zoals je misschien gemerkt hebt, ben ik niet meer aan het vloggen dagelijks. En dat heb ik niet bewust gedaan. Ik was wel van plan om gewoon weer dagelijks te gaan vloggen. Maar ik had er even niet zoveel zin in. En dan zou je zeggen van ja, het is toch een soort van werk. Dus je maakt maar zin. Maar ik denk niet dat het leuk is om vlogs te kijken van iemand die geen zin heeft om te vloggen. En de afgelopen 4 maanden, op een gegeven moment had ik het idee dat ik een beetje in herhaling viel. Doordat ik niet heel veel bijzondere dingen gebeurde. En ik eigenlijk vrijwel iedere dag hetzelfde deed. En ik weet dat er mensen zijn die dat absoluut niet erg vinden. Die dan nog steeds graag mijn vlogs kijken. Alleen ik had steeds minder plezier in het editen van mijn video's. En dus ik heb nu besloten om net iets minder te gaan vloggen. Ik wil wel 1 à 2 vlogs per week maken. En daarnaast nog wat andere video's. Ik heb bijvoorbeeld volgende week alles wat ik mijn mond in schuif filmen. Een What I Eat in a Week. Dat heb ik in 2016 gedaan. En ik zat deze week die video te kijken. En ik dacht echt, wow, dat moet ik echt weer eens gaan doen. Want ik eet nu heel anders dan toen. En ik vond die video heel leuk om te zien. En wellicht vinden jullie het ook leuk om te zien. En ik wil wat meer hardloopgerelateerde video's maken. Met tips. En van hoe je moet beginnen met hardlopen. Tot warming up. En de spullen die ik gebruik voor het hardlopen. Dat wil ik gaan doen. En ja, als jullie nog ideeën hebben van dingen die jullie graag terug willen zien op mijn kanaal. Laat het dan vooral ook eventjes weten. Want ik wil op dit moment niet gewoon puur vlogs delen. Gewoon omdat ik dat een beetje saai vond worden. En ik zag ook wel aan het aantal views dat jullie het ook niet echt heel erg boeiend vonden. Op een gegeven moment gingen de kijkersaantallen toch ook wel wat naar beneden. Dus ja, ik wil gewoon weer eventjes wat anders. Dus als je suggesties hebt, laat het dan vooral weten. Ik sta voor heel veel dingen open. Of ik sta in ieder geval overal voor open. Maar of ik het ook daadwerkelijk ga doen, dat is natuurlijk aan mij. Oké, ik ga thee maken en dan ga ik lekker in bed liggen met een Netflix-serie. Oké, ik heb 2 koppen thee. Dan hoef ik straks lekker mijn bed niet meer uit. Dat is natuurlijk een illusie, want na 1 kop thee moet ik waarschijnlijk wel naar de wc. Maar het idee is leuk. Ik twijfel nu een klein beetje over wat ik ga kijken. Ik wilde eigenlijk het liefst seizoen 6 van Grace en Frankie zien. Alleen het probleem is, ik ben deze week met Tuur begonnen met Grace en Frankie. En die zit dus nu pas in seizoen 1. Dus als ik met Tuur ga kijken, dan moet ik echt nog wel een maand wachten voordat ik seizoen 6 kan zien. En ik wil niet wachten, ik wil gewoon nu seizoen 6 zien. Dus ik denk dat ik nu toch maar stiekem seizoen 6 ga kijken. En dan kijk ik hem volgende maand gewoon nog een keer samen met Tuur. Ja, ik zie eigenlijk het probleem ook niet echt meer. Ik ga Grace en Frankie kijken. Season 6. Het is inmiddels vrijdag. Het is 8:15 ongeveer. Dat kunnen we niet zien. Want we zien Grace en Frankie nog hiervoor. Dat was ik gisteravond aan het kijken. Anyway, ik ga de vlog van gisteren afsluiten. Ik weet niet wat mijn volgende vlog gaat zijn. Maar ik denk wel dat ik weet wanneer die online komt. En dat is dinsdag. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En nogmaals, laat me eventjes weten. Als er een bepaald soort video's is dat jij graag ziet, dan krijg ik misschien weer wat leuke inspiratie om video's te maken. Dankjewel voor het kijken en tot snel!